Dan worden we dan 10 uitzoeken die op dat moment doorgaan naar de finale. Nou, het Drents Lytisch Festival komt er weer aan. In het RTV Drenthe-pand in Assen werden vandaag de 10 genomineerden bekendgemaakt. Op mijn lijst hier staat Ineke de Jong met Dit is Mierlaat. Ik heb hier ook staan nog een vrouw, Annemiek Goedemaan met Trots op mij. Het Drents Lytisch Festival is een jaarlijkse zoektocht van het Huus van de Tol en RTV Drenthe naar het beste nieuwe Drentstalige lied. We gaan al meer muziek maken op verschillende soorten manieren. Dus heel uitgesproken country of heel uitgesproken levenslied. Of dat vind ik eigenlijk een goede ontwikkeling. Ik ben Annemiek Goedema. Ik heb een nummer geschreven Trots op mij. En waar gaat dat nummer over? Eigenlijk over dat iemand is overleden en dat je toch hoopt dat je diegene niet goed gekend hebt en dat je hoopt dat diegene trots op je is. Nou, ik ben Rick Vinken, ik ben 17 jaar en ik maak met name countrymuziek. Maar we hebben nu gekozen voor het Drentse Liedjes Festival om daar ook weer wat nieuws te leren. We hebben echt super professionele opnames gehad, maar ook inderdaad gewoon met een iPhone op de tafel, gitaartje erbij, niet goed gestemd. Maakt niet uit. Ik bedoel, wij als jury zijn er op dat moment voor om daar doorheen te luisteren. Waarom is het nou eigenlijk belangrijk om zo'n festival als dit te organiseren? Nou, mensen een kans te geven op een prachtig podium hun muziek horen te laten. Een stimulans voor de streektol muziek. Mensen die dat niet gewend waren door misschien een aanzet te geven dat ze in de streektol zingt of meer God zingen. En dat ook opblievend in de aandacht blijft. En bij RTV Drenthe dat het ook geregeld een keer weer op de zender komt. Ja, alleen maar goed. De finale van het Drents Lytisch Festival is op zaterdag 11 juni.